Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer met Dier van de Week. Deze keer hebben we Vin Diesel, of zoals wij hem noemen, Vinny. Daar gaat hij. Vinny is een Mechelaar en wij vermoeden van een werklijn. Dus dat betekent dat je lekker aan de slag moet met deze jongen. Hij staat eigenlijk altijd aan en hij gaat nu vaak naar het gastgezin in het weekend, zodat hij daar een beetje rust kan krijgen, want ook dat is belangrijk. Hij is 4 jaar oud en hij komt via een uitwisseling met een ander asiel bij ons terecht. Goed zo. Wij zoeken voor Vinny een thuis zonder kleine kinderen. Dat gaat gewoon niet met dit werkpaard. Iemand die weet wat een Mechelaar is, wat het inhoudt om een werkhond te hebben en die veel tijd voor Vinny hebben. We willen niet dat hij veel alleen thuis komt. Hij kan niet echt in het werk, dus hij is niet geschikt voor politie of noem het op. Maar hij wil wel lekker iets doen. Hobbymatig, voor de leuk. Zoals jullie zien heeft Vinny wat heet een schrompeloor. Hij had hier een bloedoor. En zoals de mensen die het weten wat dat is. Zijn oor was helemaal opgezet. Doordat hij ergens tegenaan is gekomen. En dat is opgedroogd en dat verschrompelt. Dus dat zal nog verder gaan. Maar hij heeft er geen last van.